Alexander Hendrik Kammer. Die heeft het CEO-advies, wat een half jaar geleden weinig aandacht gekregen heeft, Tijden van de Samenleving, het gaat over wederkerige flexibiliteit. Dat heeft hij nog eens even goed neergezet, eigenlijk gerelaunched. En nieuw voor mij was, voor sommigen niet, begreep ik, maar voor mij was nieuw, dat er 2 weken geleden ook een reactie was van het kabinet. Dus het kabinet heeft erop gereageerd. En die hebben daar zeer positief op gereageerd. Vanmiddag krijg ik het kabinetsreactie toegezonden, dan zetten we op de site. Maar dat was toch wel even een hoogtepunt. Ik denk dat als we 10 jaar verder zijn, en we hebben nog zo'n week van het nieuwe werk bij elkaar, en mogelijk ook een week van niet meer 25 smart workcenters, maar misschien 250 smart workcenters hier in deze regio, dan zullen we op dat zegadvies terugkijken als een soort keerpunt waarop werkgevers en werknemers elkaar gevonden hebben om definitief de inzetbaarheid, dat is wat werkgevers willen, te flexibiliseren. Anderzijds ook de flexibele omgang met werktijden mogelijk te maken voor werknemers, voor iedereen voor wie dat